Je hebt op die play-knop gedrukt op welk platform dan ook. Dat betekent dat deze verse powerpraat gaat beginnen. Met mij is hier Young Jacco en iets oudere Florian. We gaan het hebben over de CES. Mario die heeft een nieuwe trailer en ik heb Hitman gespeeld. Maar eerst een bumper. Wat zei je, daar gaan we boys. Het is de week van CES. Dat is een van mijn favoriete beurzen waar je fysiek op aanwezig mag zijn. Maar dit jaar is het natuurlijk anders. We weten allemaal waarom. Dus de CES is digitaal. Zijn jullie wel eens op de CES geweest? Nee, helaas. En dat staat echt hoog op mijn verlanglijstje. En ik weet dat jij wel bent geweest. En ik heb vol jaloezie die filmpjes bekeken toen. Holy shit. Het is denk ik mijn favoriete beurs, man. Wat zeg je? Mijn favoriete beurs. Mijn favoriete beurs. Ja. Mijn lievelings. Ik weet ook niet. Misschien is het meer ook omdat ik dan... Ik ga er ook alleen altijd heen. Misschien vind ik dat wel gewoon heel erg chill. En dat vind je fijn? Ja, dat je gewoon je eigen tempo kan bepalen. Een beetje rondlopen. Je denkt, twee uur. Tijd voor Pilsie. Dat je even rustig gaat zitten. Pilsie. En daarna geef je weer verder. En ik maak er ook geen... Ik heb ook nooit echt afspraken. En dus je loopt gewoon een beetje rond. Je bent gewoon een beetje aan het rondslenteren. Je hoeft niet te haasten. Het is gewoon... chill. Dus daarom vind ik het misschien ook wel relaxed. En Las Vegas is ook altijd wel fijn. Er is altijd wel iets te doen. Ja, je loopt je hotelkamer uit in. Er zijn altijd wat lampjes, muziek, drankjes en gezelligheid. Dus misschien vind ik het daar ook wel leuk. Daarom wel leuk. Maar die beurs zelf is gigantisch. Mm. Ik weet niet hoeveel hallen er zijn, maar volgens mij zijn het een stuk of 13, als het er niet meer zijn. Het is verspreid over... Ja, volgens mij moet je letterlijk ook af en toe gewoon een taxi pakken om bij je volgende afspraak te komen. Ja, klopt. Je moet echt een Uber-abonnementje nemen. En dan ga je van het ene convention center naar de andere. Want elk hotel heeft natuurlijk zijn eigen convention center daar ook. Ja. Maar elk hotel heeft ook 3 hallen. Die, nou ja, als je in de rij wel eens bent geweest, die zijn allemaal zo groot. En overal hebben ze dus, elk hotel, een stuk of 9 of zo doen er mee, hebben allemaal 3 van die half rampstampers vol met robots, bitcoin dingen, televisies. Je kan ze gek niet verzinnen en ze hebben het daar. Maar Florian, jij hebt het een beetje gevolgd de afgelopen dagen. Of eigenlijk afgelopen dag, want we nemen het op dinsdag, het is pas 1 dagje bezig. Dat is nog heel vers inderdaad. Wat is jouw... Ja, het is nog vers. Er zullen ongetwijfeld ook nog dingen worden aangekondigd die we nu net missen. Ja. Want de Nvidia-presentatie komt er nog aan. Asus komt er nog aan. Er komt nog genoeg aan. Yep. Maar wat is voor nu jou het meest opgevallen? Ja, ik focus me natuurlijk vooral op televisies. Dat vind ik ten eerste voor mezelf gewoon heel erg vet om dat bij te houden. En ik doe natuurlijk die tv-updates op pu.nl. Dus ik heb me vooral gefocust op wat er aangekondigd wordt voor televisies. En het is best wel interessant, omdat... kijk, OLED is er al een paar jaar nu. En het leek er toch wel een beetje op dat de grootste rek er wel een beetje uit was. Dus er werden niet echt meer grote sprongen gemaakt qua beeldkwaliteit en dergelijke. Maar toch hebben ze weer wat nieuws verzonnen, waardoor die OLED's weer een flinke boost krijgen. En LG levert al die panelen aan alle fabrikanten. En dus gaan ook alle fabrikanten die nieuwe technieken gebruiken. En dat is wel grappig, Panasonic die is er vorig jaar al mee begonnen, of eigenlijk vorig jaar inmiddels. En die OLED-panelen zijn iets feller dan de huidige OLED-panelen van de andere fabrikanten. En dat wordt nu doorgezet in 2021. Dus de high-end OLED-panelen die worden allemaal weer een stukje feller. En dat is wel heel erg fijn, omdat vergeleken met LCD is OLED een stuk minder fel. Ondanks dat bijvoorbeeld de zwartwaarden zijn veel beter en kleuren zijn mooier en weet ik veel wat, heeft LCD wel echt het voordeel dat het gewoon een stuk feller is. En dus als OLED ook wat feller kan worden, dan heb je echt een beetje het beste van beide werelden. Dus dat is wel, ik zal net nog even naar mijn eigen OLED kijken. Is ik zag ook dat ze dit aankondigden en ze worden brighter. Sorry? Ik zat net ook even naar mijn eigen OLEDje te kijken toen ze dit aankondigden. En... dat ze dus feller gaan worden. Maar ik had zoiets van, wow, het is al best wel fel, toch? Ja, dat ik is zat ook. Gewoon... Het gaat meer om niet per se gewoon de felheid, zeg maar, over het hele beeld. Maar het gaat vooral over de highlights in HDR-beelden. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een zon die heel fel is, of een licht, of weet ik veel wat. En dat kan gewoon beter getracked worden met meer brightness. Waardoor je minder Ik heb nu af en toe al dat de ondertiteling gewoon pijn doet aan mijn ogen. Omdat het zo wit is. Ja, dat klopt inderdaad. En dat is heel vervelend. En je hebt wel een paar services waarbij je bijvoorbeeld de ondertiteling wat minder fel kan maken. Ja, klopt. Dat is een setting vaak in games ook. Ja,
En vooral ook, daar moet je heel erg mee oppassen ook. Als je echt constant iets kijkt met ondertiteling, dan kan dat zelfs inbranden, omdat dat zoveel feller is dan de rest van je beeld inderdaad. Dus ik ben het wel helemaal met je eens. Bepaalde dingen hoeven echt niet feller. Maar om de juiste HDR-weergave te laten zien, om het maar zo te zeggen, heb je gewoon een hele hoge brightness nodig. Om het een beetje te vergelijken, high-end LCD-panelen die zitten zo rond de 2000 nits al. En OLED-panelen die stoppen zo'n beetje bij 700, 800 nits. Hmm. En de nieuwe OLED-panelen in 2021, die moeten ook die 1000 nits gaan aantikken. Dus het scheelt best wel wat. Het is wel cool. Okay. En wat is dan mini-LED ten opzichte van OLED? Precies. Want daar hoor je tegenwoordig ook steeds meer over. Ja, eigenlijk zien we micro-LED een beetje als next-gen televisie. Dat is eigenlijk een beetje de opvolger, wordt dat nu al genoemd, van OLED. Het probleem is alleen dat micro-LED is nog niet helemaal klaar voor de massaproductie en voor de consument. En dat betekent ook gewoon dat micro-LED gewoon nog veel en veel te duur is. En dus hebben ze een soort van tussenstap bedacht tussen normale conventionele LCD's en micro-LED, dus wat er aankomt. Okay. En dat noemen ze mini-LED. En mini-LED, nogmaals, is een beetje een tussenstap. Dus de LED's die ze gebruiken in mini-LED zijn vele malen kleiner dan de LED's die gebruikt worden in normale LCD's. 40 keer kleiner. En dat betekent dat je ook veel plaatselijker bijvoorbeeld het beeld kan dimmen. En het probleem wat LCD's hebben is dat je blooming effecten kan krijgen. En dat betekent bijvoorbeeld als je een zwarte achtergrond hebt met witte letters daarvoor. Dan waast dat wit uit in het zwart bijvoorbeeld. Dat had ik ook op mijn LCD inderdaad. Als je het volume verandert en het beeld zwart, dan zie je dat helemaal eromheen. Ja, dat waast helemaal uit inderdaad. OLED heeft dat niet. En met mini-LED gaan ze dat een beetje tegen. En dus mini-LED is absoluut een verbetering ten opzichte van normale LCD. Maar het is ook nog lang niet zo vet als micro-LED. Dus het is echt een beetje een tussenstap. Waarmee ze de brightness wat hoger kunnen gooien, zonder dat je die uitwaast, dus die blooming effecten hebt. Door die veel kleinere ledjes. En dus ook de dimming zones zijn veel meer. Als je nu in een high-end LCD-TV kijkt, die zitten zo'n beetje op, laten we zeggen, een paar honderd dimming zones. En mini-LED die gaat gewoon naar een paar duizend dimming zones. Waardoor je dus betere beeldkwaliteit krijgt overal. Dus dat is een beetje het nieuwe ding inderdaad voor 2021. En nogmaals, het is echt een beetje bedoeld om de stap van LCD naar micro-LED eventjes te overbruggen. Omdat het verschil tussen LCD en OLED is best wel groot. En dat proberen ze dus een beetje op te vangen met mini-LED. En het is wel cool, maar het is niet zo next-gen als dat OLED was of als micro-LED wordt. Oké. En over micro-LED gesproken, Samsung die heeft ook de eerste micro-LED televisies aangekondigd voor de consument. Hou je vast, de kleinste is 99 inch. Ja, en er is ook nog een andere, die is 110 inch. Jezus. Samsung die heeft ook laten weten dat er eind dit jaar nog kleinere micro-LED's uitkomen. We hebben bijvoorbeeld een prototype gezien van een 75 inch. Dat klinkt alweer iets normaler dan een 100 inch televisie in je huiskamer. Ja. Maar vergis je niet, prijzen zijn nog niet bekend. Maar er gaan wel geruchten. En de geruchten zijn dat die 99 inch €100.000 gaat kosten. Jezus, man. Dus dat gaat echt nergens over. Waarom doen ze dat in godsnaam? Niemand koopt dat toch? Nee, alleen echt de rijkste van de rijkste kopen dat. En inderdaad, wat ik al eerder zei, dus bedrijven bijvoorbeeld, die kunnen dat gebruiken. Omdat micro-LED is heel erg, hoe zeg je dat, customizable. Dus in televisie zitten we bijvoorbeeld vast aan bepaalde maten. Dat heb je met micro-LED helemaal niet. Met micro-LED kan je gewoon een op maat gemaakte televisie maken, om het maar zo te zeggen. Dus er zijn ook zeker wel dingen voor te bedenken waarvoor je dat nu al gebruikt. Maar voor de consument thuis slaat het helemaal nergens op. Of je moet echt een gigantische villa ergens hebben met een thuisbioscoop en weet ik veel wat. Geld als water hebben. Maar dan nog, weet je, wie geeft €100.000 uit aan een televisie? Die over een paar jaar dan alweer verouderd is. Precies, en over een paar jaar een stuk goedkoper is. Want ook OLED, toen dat uitkwam in 2015, was peperduur. Ja, nu zijn we 5-6 jaar verder en zijn ze best wel betaalbaar. En dat gaat dus ook met micro-LED gebeuren, weet je. Die prijzen gaan echt wel naar beneden. Maar goed, Samsung die zet dus heel hard in op micro-LED ook in de toekomst. En Sony ook. Sony die heeft ook zijn eigen micro-LED techniek.
Dus die zetten daar ook heel, heel hoog op in. En dat komt eigenlijk een beetje omdat OLED is een beetje het kindje van LG. Dat heeft LG vooral heel erg hard gepusht. En Sony en Samsung die zijn daar een beetje in meegegaan. Samsung helemaal niet met OLED. En dus ze hebben een beetje hun eigen swing weer nodig of zo. En dat gaan ze heel erg doen met micro-LED. Ja, dan gaan ze er een eigen naampje geven. Ja, want Samsung. Die van Sony die heet bijvoorbeeld Cladis. En dat, ja, dat staat er weer voor Crystal LED, weet ik veel wat. Allemaal super rare namen inderdaad. Ja. Maar dat is allemaal een beetje een kijkje in de toekomst eigenlijk. Van wat er over een paar jaar mogelijk is. Maar moeten we dit jaar al nieuwe televisies kopen of zitten we nog goed? Nou ja, dat is een beetje wat ik al zei. Weet je, de grootste rek eigenlijk de afgelopen paar jaar is er wel een beetje uit de OLED's. En dan ga ik er eigenlijk vanuit dat je nu een OLED hebt staan. Is die extra brightness dan echt waard om een nieuwe televisie te kopen? Nee, dat denk ik niet. Zeker ook omdat als je kijkt naar de features voor gamers die in de huidige OLED zitten. We hebben al HDMI 2.1, we hebben VRR, ALLM, 4K 120. Dus al die features die hebben we eigenlijk al. Yeah. Dus moet je het doen voor die, wat is het, 20% extra brightness? Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel cool om te zien dat er dus nog wel steeds nieuwe technieken uitkomen om die OLED-panelen te pushen. Dat is wel vet. Maar moet je nu al... Nee, ik denk niet dat je nu een nieuwe moet kopen. Nee, aan de andere kant, als je hebt gewacht, ja, dan is het wel het perfecte moment. Oké. Okay. Weet je wat ik trouwens minder vet vond aan wat ze lieten zien van LG aan de OLED's? En ik drop het even omdat we alle drie dezelfde televisie hebben. Ze gaan het besturingssysteem aanpassen. Ja, er komt dat WebOS 6.0 inderdaad. Waarom zou je zoiets doen? Het werkt toch goed zoals het is? Waarom? Het wordt niet helemaal beeldvullend, hè? Ja, in grote lijnen verandert niet zo heel veel. Het enige is dat LG heeft blijkbaar onderzoek gedaan naar die... dat smart screen, om het maar zo te zeggen. En bij ons is het nu nog een soort van balkje onderop, waarop je op de achtergrond ook nog steeds je content ziet als je tv aan het kijken bent of weet ik veel wat. En dat wordt nu een volledig scherm. En LG die zegt dat ze dat gedaan hebben omdat het dan makkelijker is om de juiste content te vinden. Om het in plaats van in een balkje in een heel scherm te zien. Daar valt iets voor te zeggen, maar eigenlijk vind ik het ook irritant dat hij het beeld onderbreekt. En dat je dus een heel apart menu daarvoor hebt. Maar daar zal een reden voor zijn. Ik weet het niet. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik wil daarmee aan de slag. Kijken of het inderdaad beter of slechter is dan dat het was. Want je zou inderdaad zeggen, never change a winning team. Het werkt fantastisch, dus waarom verander je dat? Ja, ik vind het wel... Ik heb nu dat ik dan vaak overschakel. Je hebt zo'n soort van home menu. Mm-hmm. Een soort van home knopje als je in dat balkje kijkt. En dan kun je al je HDMI-aansluitingen zien. Ja. En dan schakel ik ook vaak over van mijn Xbox naar mijn PS5 of andersom. En dan onderbreekt hij ook het hele beeld. Terwijl ik heb het gevoel dat dat sneller moet kunnen, maar goed. Kan ook. Je hebt ook een source knopje op je afstandsbediening. Dan kan je gewoon, dan komt hij gewoon half in beeld. Echt waar? Precies. Ja, die zit onderaan. Die zit boven die Netflix knop volgens mij. Ja, boven de Netflix? Tussen de Netflix en de Prime knop. Oh, die knop. Ja. Oké, okay, nou weer wat geleerd. Hoppa. Ja. Precies, dat is een shortcut inderdaad naar al je HDMI's. En dan onderbreekt hij hem niet helemaal. Ja. Ja, precies dat. Even voor de rest nog wat boeiends gezien. Ik zag dat weer LG, die komt ook nog met een oprolbare telefoon. We willen ze ook dit jaar nog uit gaan brengen. Ja. Dus zeg maar, je hebt opvouwbare telefoons, maar nu zou je dit scherm kan je oprollen. Ja. Dus kan je van tablet kan je terug naar een telefoonformaat. Ja, dat is wel dik hoor. Als je een tablet en een telefoon hebt. Het is heel erg vet. En inderdaad, die OLED-panelen die kunnen heel erg buigen. Dus je kan ze inderdaad, wat jij al zei, je kan ze opvouwen, je kan ze oprollen, je kan ze uitschuiven, weet ik veel wat allemaal. Dus ook bij dit heb ik een beetje van, ja, het ziet er super cool uit. Het is heel vet. Is het echt een quality of life dingetje? Dat weet ik niet. Maar ja, het is wel heel vet. Ja. Ja, sowieso. Hebben jullie voor de rest nog iets spectaculairs gezien? Ik zag een ijsmachine, dat werkt eigenlijk als een soort van koffieautomaat. Gooi je een capsule in en komt gewoon binnen 2 minuten heb je een lekker ijsie. Rot op. Ja. Holy shit, soft ijs. Ja. Oh, wow. Het werkt hetzelfde als met koffiecupjes. Alleen dan gaat er een cupje met ijs in. Wauw. Je hoeft het nog ineens koud te bewaren. Je gooit gewoon een cupje erin. En heb je gewoon binnen 2 minuten heb je een soft ijsje. Damn, dat moet ik hebben. Dat is de future.
Ja. Dat is de toekomst, toch? Ja, wat ik daar vorig jaar had gezien, dat vond ik al vrij bizar. Het was gewoon een kast, dan gooi je gewoon je kleren in en het wordt voor je opgevouwen. Ja, dat soort dingen zie je daar allemaal. Dat is toch gewoon vet. Ja, je hebt zelfs ook van die, daar verbaas ik me ook altijd over, maar je hebt van die speciale kasten ook. En daar hang je je vuile kleding in op. En die kast, die stoomt een soort van je kleding. En omdat het hangt het ook nog, weet je wel, wordt het super netjes, hoef je het niet meer te strijken. Waar gaan we naartoe met de techniek? Ja, lijkt ook. En ja, Sony had trouwens nog in een soort van sizzle reel van hun games best wel wat release windows aangekondigd. Niet de allergrootste titels, maar daar hadden we al een beetje met Ratchet & Clank en Gran Turismo en Horizon hadden ze al een soort van window voor gegeven. Ja. Maar wat ik wel interessant vond is dat Kina staat nu gepland voor maart. Kina, de Bridge of Spirits, wat ik echt een hele vette game, wat me een hele vette game lijkt. Ja. En Solar Ash, dat is een vervolg op Hyper Light Drifter, die staat voor juni gepland. Ja. Dus sowieso is dat ook echt een game om in de gaten te houden. En welke hadden we nou nog? Een persoonlijk favorietje voor mij, Stray. Die staat op oktober. Ja. Oktober, daar hebben we echt nog heel weinig van gezien. Maar die trailer die we zagen, dat it intrigues me als een malle. Sowieso spelen met een kat, super tof. Ja, Ghostwire Tokyo ook. Waar was God of War in dat lijstje? Die zagen we niet staan. Nee, God of War die ontbreekt daar inderdaad in. En nou hebben ze die ook niet in die sizzle reel laten zien. Maar eigenlijk al sinds die game is aangekondigd voor 2021, dacht ik al meteen van ja hoor. Dus ze gaan en Horizon en God of War aan het einde van het jaar uitbrengen. Ik geloof er niks van. Ja, ik geloof er eigenlijk ook niks van. Ik denk nooit dat hij het gaat halen. Nee, ik denk ook dat God of War wordt opgeschoven naar 22. Ja, daar word je even stil van. Jullie vielen even weg. Dus, ja, bij mij ook. Okay. Dus ik blijf gewoon even stil. Maar we worden er inderdaad stil van. Ja. Dat is wat het is. Ja, en ik moet ook zeggen, ik word wel steeds zenuwachtiger, omdat Ratchet & Clank, dat zou een launch window game zijn. Ja. En officieel zou dat betekenen 3 maanden na de launch van de console. En dus, 11 februari of zo. Dat gaat niet meer gebeuren. Echt niet dat Ratchet & Clank binnen een maand uitkomt nu. Maar ik hoop wel echt heel erg dat hij nog wel steeds een beetje aan het begin van dit jaar komt. En niet dat ze hem ook uitstellen naar het einde van het jaar of zo. Ja. Het is een beetje eng wat daarmee gebeurt of zo. Want hij stond altijd voor Q1. En in de laatste paar trailers staat er gewoon 2021. I don't like it. Ja, ik zie hem wel in maart verschijnen hoor. Ik hoop het. Maar dan is het gek, weet je. Want bij andere games staat wel ook maart. A Returnal komt bijvoorbeeld in maart. Waarom noemen ze het 2021 voor Ratchet? Ja. Something's fishy. Ja, ik vertrouw het ook niet helemaal. Het zou zomaar eens naar richting het einde van het jaar kunnen gaan. Ja, ik zou er niet raar van opkijken. Ja, ik zou het niet heel erg vinden hoor. Want ze hebben toch wel echt een sikke line-up verder. Met Horizon natuurlijk, Gran Turismo. Returnal, zoals je net zei, dat is natuurlijk ook echt een PS5 exclusive van Housemarque. Yep. Dus ze hebben zoveel games dat ze dat best wel kunnen missen. Maar ja, ik ben het met je eens dat Resident Clank is wel echt een van de games die ik nu wil spelen eigenlijk. Ja, en het is ook een van de weinige games, of eigenlijk eerst een van de eerste games die echt aantoont wat er kan met die supersnelle SSD. Ik bedoel, vette graphics, dat hebben we zeker gezien. Maar echt nieuwe gameplay mogelijkheden of functionaliteit hebben we nog niet echt gezien. En Ratchet & Clank doet dat wel natuurlijk, weet je, met dat switchen van werelden. Het zou heel jammer zijn als die echt nog een half jaar uitgesteld wordt. Ja, goed. Hebben we nog voor de rest iets noemenswaardig gehad op CES? Want zoals we net al zeiden, er komen nog veel presentaties aan. Ja. Van onder de grote computer. Nvidia komt er nog aan, MSI, Asus, dat soort dingen. Dus ik weet niet of die nog helemaal gek gaan. Maar we houden het sowieso voor je in de gaten. Wat mooie geruchten dat Nvidia een teaser gaat geven van de 3080 Ti. Waar echt al maanden geruchten over zijn. Dat zou leuk zijn. Maar inderdaad, voor de rest is het nog een beetje afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, goed. Tegen de tijd dat je dit luistert of ziet, dan is het allemaal bekend. Dus je kan het gewoon vinden bij ons op de website natuurlijk. Jacco,
We hadden het net al even heel kort over switchen. En ik moest denken aan een rode switch. Sorry? We hadden het net al even heel kort over switchen. Ja. Oh, switchen. Ja, ja, ja. Switchen. En toen dacht ik meteen, die rode switch. 35 jaar Mario, ze komen aan met een rode Nintendo Switch. Mm-hmm. Is dat iets waar je hart sneller van gaat kloppen? Een beetje, maar ze liet een foto zien met de switch en een hoesje erbij en een soort van grip. En die combinatie van dat rood en blauw vond ik eigenlijk best wel lelijk. Maar goed, de Joy-Cons zelf zijn rood. En als je hem dan gewoon in de Switch klikt, die ook helemaal rood is, dan vind ik het best wel een mooi design. Dus, het zijn gewoon die Mario kleuren, toch? Ja, oké, okay, maar dat betekent niet dat ik ze mooi vind op een Switch. Ja, dat is waar. Oké, okay, fair enough. Ja, nee, ja, dat was het eerste. Ja, Lucas was helemaal, die vond hem helemaal prachtig. Maar ja, mijn ogen deden echt pijn toen ik die Joy-Cons in die grip zag. Dus ja, het is. Ik heb een Switch. Ik ben niet iemand die nog een Switch gaat kopen alleen maar omdat hij een ander kleurtje heeft. Bij de Pokémon Switch Lite was ik wel in de verleiding gebracht, maar heb ik toch niet gedaan. Dus deze komt ook niet in huis, denk ik. Maar goed, het is mooi dat ze dat doen voor de verjaardag van Mario natuurlijk, die officieel tot 31 maart loopt. Want dat hebben ze van tevoren aangekondigd. Die Mario 35 game, die Battle Royale game, die verdwijnt bijvoorbeeld. En de 3D All-Stars collectie, die gaat ook gewoon uit de winkels, uit de e-shop, als die datum voorbij is. Zo, daar lijkt het nu op. Okay. En wat er nog aankomt dus, is Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. En daar hebben we vandaag een nieuwe trailer van gekregen. En dat is nog belangrijk, want we weten nu eindelijk wat Bowser's Fury ongeveer inhoudt. Want dit is natuurlijk een port van de Wii U game. En als extraatje komt daar dan Bowser's Fury bij. En het lijkt erop dat het misschien wel een soort van roguelike arena wordt. En dat zag er best wel tof uit. Want 3D World is meer een soort lineaire game die je een beetje van bovenaf bekijkt. En dit zag eruit als een open wereld waarin je gewoon door levels gaat. Een soort van munten verzamelt. En dan op een gegeven moment verandert deze Mario game in een Dragon Ball Z aflevering. Want dan komt Bowser als een soort van Godzilla uit het water. Dan moet je een bel pakken. Je bent een kat Mario. Dat was nieuw in die game, een power-up. Mm-hmm. Dan kun je klimmen en zo. En dan word je op een gegeven moment Super Saiyan Mario. En dan moet je tegen elkaar gaan vechten. En daar stopt de trailer. Dus ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar dat zag er heel sick uit. Echt verrassend, verfrissend voor een Mario game. Ze begonnen ook echt een soort van Japanse metal muziek te spelen. Dat ik denk van wow. Dit is wel interessant. Dus best wel veel zin in die game. Want die komt in maart, toch? Zei je? Nee, februari al. Februari? Oh, dat is wel snel. Ja. 12 uit mijn hoofd. 17, 12, 17. Dus, het is al best wel snel. Dus ja. Ja, jullie vielen weer even weg. We hebben een beetje connectieproblemen. Maar we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. Okay. Ik weet niet waaraan het ligt, maar we gaan gewoon door. Ik denk Discord, ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Hé jongens, ik wil je even vertellen over een spelletje die ik de afgelopen tijd heb zitten spelen. Ja. Oh. Daar ben ik best wel vrolijk van. Ja. En dat is namelijk Hitman 3. Aha. Dat is een spelletje die al binnenkort gaat uitkomen. 21 januari gaat die uitkomen voor elk mogelijk platform. Zelfs op de Nintendo Switch. Dan gaan ze dat doen via streaming? Is dat die cloud gaming, hoe ze dat gaan doen? Ja, dat doen ze via die Taiwanese service volgens mij. Daar gaan ze heel veel dingen mee doen in de toekomst. Ja, ik vind dat heel cool trouwens. Ik bedoel, de Switch is niet natuurlijk de meest krachtige console die er is. Ja. Maar op deze manier kunnen we toch, weet je wel, een beetje die nieuwe next-gen game spelen op de Switch via stream. Ja. Ik vind het geniaal echt. Ja, maar ja, er gingen ook al geruchten over een Switch Pro natuurlijk. Nou, gaan die al jaren. Ja. Maar er waren laatst weer wat dingen gelekt. Zit die er nou echt aan te komen? Is dat een ding of... Ik denk dat het een soort van onvermijdelijk is. Alleen die normale Switch, om het maar zo even te noemen, die heeft nog steeds zoveel hype erachter zitten. Ik denk dat Nintendo het nog helemaal niet echt nodig heeft. En met die streaming optie lossen ze het een beetje op dat het dus niet een hele krachtige console is. En daarmee rekken ze ook eigenlijk wel een beetje dan de levensduur van die Switch. Dus ik denk dat het uiteindelijk is het onvermijdelijk. Maar ik denk ook dat ze niet heel veel haast hebben.
Nee. Ja, het grappige is dat die geruchten gaan inderdaad al heel lang. En het was volgens mij of een Bloomberg of een bron van dat kaliber. En die zeiden al dat die Switch Mini, wat eigenlijk de Switch Lite zou worden, dat die samen met de Pro, zeg maar, zou uitkomen. Ja. Maar toen kwamen er weer berichten dat die Pro was uitgesteld. Nou ja, dat blijkt, want die Lite is uitgekomen. En nu was weer een Taiwanese krant die zei van dat de productie zou eind vorig jaar beginnen en dat hij dan ergens in de eerste helft van dit jaar komt. Ik denk ook wel dat hij komt en ik denk ook dat mensen het misschien iets groter maken dan het is. Ik vermoed dat het een soort van nieuw 3DS gaat worden met een iets snellere processor en een iets mooier scherm en betere batterijduur. Maar het gaat niet zeg maar zijn zodat je Cyberpunk kan spelen. Want ja, je wil, zoals je zegt, je wil al de normale Switch die nu zoveel vaart heeft, die wil je gewoon blijven ondersteunen met nieuwe games. Dus goed, ja, maar je kan Hitman spelen via cloud gaming. Ja, en dat zou ik je ook aanraden om dat zeker te gaan doen, want het is, ja, dat wordt me toch een game, jongens, niet normaal. Ja? Hoeveel levels heb je gespeeld? Ik heb er 2 gespeeld. Er zitten er wat meer in. Ik weet niet hoeveel ik al mag communiceren hoeveel er precies in zitten, maar het zijn er 6. ja, dan denk je van, hey, dat zijn er niet zoveel. Maar zo'n level of zo'n missie in Hitman ben je ongeveer zo'n 2 uur mee bezig met 1 playthrough. En je kan meerdere playthroughs kan je doen door die game heen. En er zitten zoveel dingen in verstopt dat je echt makkelijk 40 uur kan vermaken in zo'n videogame. En dan blijven ze ook nog nieuwe content droppen. Dus je kan elke maand zou je wel weer terug kunnen gaan naar dat level. Dat is geen enkel probleem. Ja. Maar wat ze nu hebben gedaan met de tweede missie, dat vind ik best wel dope. Dat speelt zich af in een heel groot landhuis in het platteland van Engeland. En daar kan je van kiezen voor als een story mission. Je zou een privé detective, die is ingehuurd om een moord binnen een familie op te lossen, je zou hem kunnen zijn. Dus je maakt hem af of je slaat hem bewusteloos en je trekt zijn kleren aan en jij bent dan die privé detective. Zeker. En wat je dan kan doen, het speelt zich af als een soort van murder mystery. Dus je moet dan ook echt al die familieleden gaan interviewen. En je moet gaan onderzoeken wat er aan de hand is binnen die familie. En je moet erachter komen wie die moord heeft gepleegd. Zodat je in de buurt van een dame kan komen die dan, als jij met de juiste oplossing komt, jouw papieren geeft die je nodig hebt om die missie te volbrengen. En dat is best wel tof gedaan. Want sowieso dat landhuis waar het zich in afspeelt is zo mooi, zo gedetailleerd. Elke verdieping is weer anders. Alles kraakt en piept. En er zitten heel veel kamers in. En dus het is zo gedetailleerd. Je komt niet. Het is me in ieder geval niet opgevallen dat ik 2 keer dezelfde texture ben tegengekomen. En je hebt allemaal verschillende boekenkasten. Je ziet elandenhoofden zie je hangen aan de muur. Het is insane wreed gemaakt. En je zit meteen in die soort van murder mystery spanning. Je bent gewoon benieuwd wie het is en wie het heeft gedaan. Maar je zou bijvoorbeeld er ook gewoon iemand bij kunnen naaien. Dat zou ook nog kunnen. Het is fantastisch. Het is op meerdere manieren te spelen, dat level. En je kan er zelfs nog voor kiezen om het gewoon niet te doen. En het als normaal Hitman naar level te gaan spelen. Maar je kan allemaal dingen ontdekken en onderzoeken. Het is echt, echt heel lijp gedaan. Dus ook al heb je helemaal niks met de serie, ik raad je toch aan om het toch even te gaan checken. Want het is bijzonder wat ze hebben gedaan. Oké. En op welk systeem heb je dat gespeeld? Ik heb het gespeeld op PC. Oké. En dat liep goed. Ik speelde natuurlijk een preview versie. Maar ik heb geen enkele glitch of bug ontdekt. 1 keer heb ik gezien dat een NPC per ongeluk door een het openingslevel is in Dubai. En als je dan op de bovenste verdieping komt, daar zit zeg maar de baas van het gebouw. En die heeft een mooie loopbrug over een. Die heeft natuurlijk in zijn toren heeft hij ergens een rivier lopen. En daar moet je dan overheen. Eén keer zag ik een bodyguard door de rivier heen lopen. Nou ja, dat was het enige. Want er lopen ook zoveel NPC's rond die allemaal weer hun eigen gesprekken hebben met elkaar. En allemaal hun eigen, ja, die lopen ook rond. Die zijn met elkaar aan het praten. Die zijn dingen aan het doen. En die reageren weer op jou als je weer een bepaald pakje aan hebt. Of dat soort dingen. Dus er gebeurt echt heel veel. Dat is echt insane, man. Ik kan er echt van genieten van die game. Want je kan het op zoveel verschillende manieren spelen. Ik las ook al online. Het is eigenlijk meer een soort van moordsimulator dan een stealth game. En daar kan ik me ook wel in vinden. Ja, nice.
Want ik heb dus alleen de eerste Hitman van deze reboot gespeeld, zeg maar. Ja, de trilogie, ja. Ja, en het klinkt wel als... niet alsof het echt weer een grote stap vooruit is. Of niet super vernieuwend of zo, maar meer een uitbreiding van... Ja, wat die eerste twee titels ook deden. Of is er echt iets waarvan je zegt, nou, dit is nieuw, waarvoor je sowieso deze game moet spelen? Nee, er is echt helemaal niks nieuws aan. Je hebt wel een paar nieuwe gameplay mechanics. Maar het is nog ineens... Ik zou het nog ineens noemen in een review, zeg maar. Dat wat nieuws. Okay. Het is gewoon meer van hetzelfde. En dat is helemaal prima. Want er zitten al zoveel lagen in die gameplay van Hitman. Ja. En als er dan nog geforceerd dingen gaan proberen te vernieuwen... Dat hoeft ook helemaal niet. Het is gewoon goed zoals het is. Dus waarom zou je nog hele gekke dingen gaan verzinnen om maar anders te zijn? Volgens mij kun je ook de eerste... Sorry. Wat zei je? Oh, viel het geluid weer weg? Ja. Was het nou zo dat deel 1 en deel 2 ook in deel 3 zaten? Ja, dat wilde ik ook gaan vragen. Ja. Nou ja, je kan dus de complete edition zou je kunnen kopen waar deel 1 en deel 2 ook in zitten. Oké. Okay. Dus dat kan. De mogelijkheid heb je, ja. Maar ja, er zit ook nog Sniper Assassination missies zitten erin. Het is natuurlijk de World of Assassination, dat is eigenlijk online. Dus andere spelers kunnen challenges voor je droppen in een level die kan je aangaan. Ze houden echt, die community houden ze bezig. En ook de ontwikkelaar zelf houdt jou als speler bezig door gewoon elke maand speciale targets in die game te droppen. Dus je zou het bijna eindeloos kunnen spelen. En wat ik het mooie vind, wat ik ook wat chill vind, is je kan gewoon ervoor kiezen gewoon elke avond gewoon een missie te spelen. Want je bent gewoon 1,5 tot 2 uur bezig met zo'n missie. En dus voor mij is dat echt perfect. Gewoon even een korte game sessie. In plaats van dat je eindeloos tot 40 uur één verhaal kan spelen of moet spelen, kan je nu gewoon ervoor kiezen gewoon, oké, ik doe gewoon even een missie. Dat is tof, ja. Ja, en wat ook heel cool is aan dat deze ontwikkelaar dat doet, is dat ze gewoon een VR-motor in stoppen. Ja, maar daar ben ik wel een beetje mijn twijfels bij, man. Ja, ik ook. Want het is echt bizar. Je kan toch geen third-person game maken met zo'n schaal en dan opeens een PlayStation VR-versie implementeren. Die er, moet ik zeggen, in de trailer wel heel goed uitzag. Want ze vertelde ook dat je bijvoorbeeld in first person kun je iemand op de schouder tikken of je kan iemand gewoon tegen zijn hoofd slaan. Je kan mikken en dat soort dingen. Dus het ziet er wel uit alsof ze er veel tijd in hebben gestoken, maar... Ja, die trailer ziet er super dynamisch uit. Maar ja, daarom. Ik ben echt benieuwd dan hoe dat gaat besturen en hoe dat dan gaat werken. Nou, Florian, jij hebt wat meer ervaring met VR. Heb je die trailer gezien? Ja, ik heb die trailer gezien en ik denk dat het grootste probleem PlayStation VR zelf is inmiddels. Omdat PlayStation VR is best wel een beetje verouderd nu. Ja. Die beeldkwaliteit is natuurlijk niet fantastisch. En zeker niet nu we een beetje gewend zijn aan PlayStation 5. Het is echt een stap terug als je dat ding opzet. En ook vergeleken met de Quest en de Rift en de HTC VR headsets van deze wereld. Loopt het wel echt een beetje achter. Dus ik ben wel benieuwd. Inderdaad gewoon hoe ze dat hebben gedaan. Maar of het echt heel vet wordt, dat weet ik niet. Maar misschien is de game op zich wel cool in VR. En kunnen we dat over een paar jaar, fingers crossed, met een nieuwe PlayStation VR spelen? Ja, maar ik vraag me dan af waarom het dan ook niet naar gewoon VR-systemen komt. Ja, dat is een goed puntje. Ja, dat is toch een soort van exclusief dealtje geweest, denk ik. Ja. Of misschien is het tijdelijk? Komt het alsnog ook naar Steam en weet ik veel wat? Ja, hebben ze niet gezegd volgens mij. Nee. Nee, ik vind het heel raar. Helemaal omdat PlayStation VR, dat loopt nu een beetje... Ja, het is een beetje klaar. Het is wel tijd voor een nieuw PlayStation VR systeem. En dan komen ze nog met dit aan. Dus ik ben ook wel benieuwd of mensen het ook wel echt gaan checken. En ook echt gaan spelen. Maar we gaan het voor je in de gaten houden. Yes. Ja. Hey, laten we even afsluiten met dit nieuws. Heb je het komende week nog niks te spelen? En sowieso heb ik straks nog een vraag voor jullie over wat we eigenlijk aan het spelen zijn. Okay. Deze week, vanaf 14 januari, kan je Call of Duty Black Ops Cold War de zombie mode... kan je even een weekje gratis en voor niks proberen. Dus nice. doe er je voordeel mee. Dat is namelijk best leuk. Ja, okay, cool. Zeker. Ja, wat zijn jullie nou een beetje aan het spelen in deze maand? Wat er eigenlijk, dat er helemaal geen drol uitkomt op Hitman en Dominium na dan?
Jij moet er zelfs helemaal over nadenken wat je aan het spelen bent. Nou, ik heb best wel veel een beetje door elkaar gespeeld de laatste tijd. Een beetje Warzone en sowieso een beetje Black Ops Cold War. Ik speel één game die deze maand uitkomt. Die staat nog onder embargo. Iets kleinere titel, wel tof. Maar ja, daar kan ik nog niks over zeggen. En verder speel ik Pokémon Platinum op de DS. Een wat oudere Pokémon game. Oké. Floor? Ik heb de afgelopen paar dagen MXGP gespeeld. Die moet ik reviewen. En ik verklap alvast dat er geen fuck aan is. Dus dat heb ik even tussendoor gedaan. En verder, ik heb net Demon's Souls afgesloten. Die heb ik zeker niet op Platinum. Daar ga ik ook absoluut niet voor. Heb je de game afgesloten of heb je hem uitgespeeld? Ik heb alle eindbosses verslagen en ik heb de credits voorbij zien rollen. Oké. En dat was ook uiteindelijk wel het doel eigenlijk. Gewoon om een beetje te kunnen zeggen van oké, ik heb een Souls games overmeesterd, klaar. Vond je het vet of niet? Ja, dat is een beetje gek, omdat toen ik de PS5 kreeg voor de review, of net daarna geloof ik, toen had ik hem eventjes opgezet en ik had het daarvoor ook al met Souls games. Die stijl, dat is gewoon niet mijn ding. Het is te duister, het is te horrorachtig, het is gewoon niet helemaal wat ik leuk vind. Ja. En in de trailers die we zagen voor die PS5-versie dacht ik alleen maar, wauw, wat ziet het er vet uit. En dat triggerde me wel heel erg, maar ik heb het uiteindelijk geprobeerd. Poes heeft honger. Ja, echt, poes. Ik heb het uiteindelijk geprobeerd en toen kon ik er niet echt lekker inkomen of zo, maar uiteindelijk heb ik een beetje doorgezet en de gameplay is wel echt heel erg vet. Weet je, dat je heel erg goed moet timen, dat het heel slow is eigenlijk, het is heel sluggish, die bewegingen zijn langzaam en die game is gewoon een motherfucker die de hele tijd fuckt, zoals ik een dude op een gegeven moment voor me die gewoon een potion neemt terwijl ik hem bijna had verslagen of van die klote gaten waar je dan naar beneden valt en dood bent. Die game die geeft me echt constant een middelvinger, maar heeft me ook constant getriggerd om door te blijven spelen. En uiteindelijk heb ik er heel erg van genoten. Zeker. Echt wat een vette game, joh. Die eindbaas, het is gekkenhuis. Holy fuck. Nice. Dus dat. En voor de rest ben ik ook nog steeds bezig. Er komt maar geen einde aan Assassin's Creed Valhalla. Oh ja, Jesus Christ. Man, Ik zag laatst een eng bericht op Twitter, man. Wat dan? Danny Vroger, die was ook bij ons in de Sinstream. Die was ook Assassin's Creed Valhalla aan het spelen. En er was een wolf, was er dood. Mm-hmm. Of nee, een wolf had een NPC doodgebeten. Mm-hmm. Ja. En die had hij nodig om de game te platinumen. Nee joh. Dus dat ging gewoon niet lukken. Maar ja, wij weten allemaal, om die game uit te spelen überhaupt. Hoeveel uur ben je al wel niet bezig? En als je dan bezig bent met platinum en door zoiets lulligs gaat het al niet lukken. Volgens mij inderdaad, als je er doorheen raced, dan ben je er al 50 uur mee bezig of zo. Nou, ik zit er inmiddels al 100 uur in en ik ben nog niet eens op de helft volgens mij. Wow. Het is echt zo fucking veel, maar ik moet, weet je, ik heb ook wel een beetje die OCD shit, dat ik moet gewoon alles pakken. Ja, dat weet je. En op die map, weet je hebt van die blinkende icoontjes de hele tijd. Mm-hmm. Ik kan het niet links laten liggen, ik moet het checken. Ja, ik kan dat gelukkig wel. Ik zit er nu 30 uur in. Okay. Ik weet niet hoe ver ik ben in het verhaal. Maar ik heb redelijk wat progressie gemaakt. Dus ik moet eigenlijk ook weer verder. Want ik wil hem ook uitspelen. Ja. Ja. Maar vind je het tof, of niet? Ja, dat is dus een beetje het rare of zo. Ik vind het wel heel tof. Ondanks dat ik heel veel mopper op die game. weet je, er zitten ook rare glitches in. Weet je, hier bijvoorbeeld die stenen die je kan mappen voor die grondstoffen. Hoe vaak die chick wel niet mismapt. Ja, ja, ja. Weet je, want dat soort kleine dingetjes. Of bijvoorbeeld, ik wil een ladder naar beneden. Maar die ladder, die pakt ze niet. Weet je, het is allemaal van dat soort kleine dingetjes. En daar komt bij dat inderdaad, er zit gewoon te veel content in. Te veel fillers. Weet je, van die fetch quest en weet ik veel wat. Maar aan de andere kant, blijf ik het wel spelen of zo, weet je. Ja, het is wel leuk en het ziet er heel vet uit op de PS5. Ze spelen heel mooi met lichteffecten. Een beetje die mist, zeg maar, die je hebt. Af en toe ziet het er waanzinnig uit, alsof je door een schilderij heen loopt. Dus een beetje dubbel of zo.
Ja, ik heb dat ook een beetje. Ik vind het een erg toffe game. En sowieso dat hele brute vechten als een viking. Dat normaal speel ik best wel stealthy. Maar dat is, dat is nu niet echt de beste manier om te spelen. Nee, klopt. Dus ik vind het echt super vet om gewoon gasten door de lucht te rammen. Met twee handen, met zo'n gigantische bel. Ja. Maar aan de andere kant is het een soort van hele consistente Assassin's Creed. Het heeft niet heel veel hoogtepunten of zo, maar ook niet echt heel veel dieptepunten, behalve die pijnpuntjes die je noemt. Ja. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk het verhaal te volgen. Dus al die fetch quests en zo, die doe ik gewoon zover het nodig is, zover ik me moet levelen. En dan volg ik gewoon het verhaal. En dat vind ik wel het allertofst, want ik vind het wel leuk geschreven en gewoon die wereld verkennen, dat vind ik tof. Dus ja. Ik moet eigenlijk weer verder. Maar ja, het is lastig om te stoppen met een game en dan weer verder te gaan. Mm-hmm. Als je in andere games zit. Ja. Nou ja, dat had ik dus laatst. Ik vond in een doos vond ik het de cartridge van Zelda Breath of the Wild. Die heb ik nooit uitgespeeld. Oh. Dus ik was helemaal blij dat ik hem überhaupt weer had gevonden. Want ik dacht dat ik hem had uitgeleend aan iemand. En nooit meer teruggekregen. Ja, dat gebeurt wel eens. Dus die stak ik in de Switch en ik wilde verder gaan. Maar ik had geen idee meer waar ik was, wat ik aan het doen was, hoe de controls waren en dat soort dingen. Dus ik had zoiets van, ja, eigenlijk moet ik opnieuw beginnen. Maar heb ik ook geen zin in. Dus ik heb hem weer uitgezet. Dus dat snap ik helemaal, man. Yep. Ja. Yeah. Toch merk ik wel dat als je even doorzet of zo en je gaat er echt even een uur voor, het komt wel terug. Ja, tuurlijk. Maar die drempel is inderdaad best wel hoog, ja. Klopt. Ja. Ja, dus ik denk dat ik of opnieuw ga beginnen, maar ja. Ik zou het doen, man. Gewoon opnieuw beginnen, want die game, je kan prima opnieuw beginnen, want je hebt heel veel, eigenlijk is alles optioneel, behalve canon, om hem uit te spelen, maar ja, dat hoeft ook niet per se, dus ik zou gewoon opnieuw beginnen en dan een beetje je armor verzamelen en dan gewoon een beetje shrines doen. Dat kan prima. Moet ik weer dat plateau doen? Daar heb ik allemaal helemaal geen zin in. Ja, maar dat plateau weet je hoe het werkt. Dat is gewoon dat is zo gedaan. Ja, dat is waar. Ja. Oké, Jacco. Is goed. Ik ga het doen. Vooral als Breath of the Wild 2 uitkomt. Dat duurt nog wel even, toch? En Assassin's Creed, Martin? Of vind je dat echt totaal niet boeiend? Ja, ik weet nog dat die trailer kwam. Die een van de story trailer. Toen had ik zoiets van, oké, ik ben om. Die ga ik spelen. Yeah. En hij staat hier op de Xbox Series X. Ik heb hem één keer aangezet. En het begon met dat kleine jongetje of meisje. Ik weet niet wat dat was. Dus ik werd meegesleurd door een balzaal. Ik weet ook niet meer precies wat het was. Ik had zoiets van, hier heb ik helemaal geen zin in, joh. Hier heb ik echt helemaal geen zin in. Mm, het tempo lag het begin al meteen zo laag. Mm. En ik had zoiets van, oké, als dit al het begin is, dan zet ik hem nu gewoon uit. En dan ga ik die bewaren. Totdat ik een keer mijn poot breek en echt een kant op kan. En 100 uur. Want ik al die verhalen van jullie ook, hoe lang jullie mee bezig zijn. Ik had Simon die er 100 uur mee bezig is geweest. Jij nu weer die er 100 uur mee bezig is. Ik heb zoiets van, als ik iets ergens aan begin, dan wil ik het ook wel uitspelen of zo. Maar 100 uur, man, dat heb ik nog ineens. Dat gaat me never nog niet lukken. Ik ben nu met mijn zoontje Sackboy Big Adventure aan het uitspelen. We zijn nu bij The Last Boss. Dat vinden we hartstikke leuk. Doen we elke avond even een uurtje. Ja, dat is heel cool. Dus stop ik nou. Maar zo'n Assassin's Creed, man, 100 uur. Hoe dan? Minimaal. Dan ben ik in 2022 nog niet klaar. Echt niet. Ja, dan staat er inmiddels alweer een andere Assassin's Creed klaar. Ja. Ja, dat is ook niet je tijd waard. Dan zou ik eerder nog Cyberpunk uitspelen, wat ik in de tijdens de feestdag heb gedaan. Ja. Heb je dat gedaan? Ja, ik heb ruim 50 uur gespeeld. Alle zijmissies gedaan. Ik vond het echt insane vet. Echt, fuck goede game. Cool. Ja. Maar je speelde hem op welk platform? PlayStation 5? Xbox Series X. In quality mode. Want anders gaat de framerate alle kanten op. En die game heeft echt wel het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald, hoor. Met quests die geen progressie meer maken en shit die in beeld blijft staan omdat je het niet geloot hebt en echt de meest domme problemen heb ik gehad. Maar uiteindelijk, het schrijfwerk van die game en hoe die personages geschreven zijn, dat vind ik zo goed. Op een gegeven moment was ik gewoon echt mensen aan het bellen om te kijken hoe het met ze ging. En een soort van update over die quest. En dan krijg je de volgende dag weer een berichtje van, hey, ik heb je nodig, kun je me helpen? En het heeft echt die, wat The Witcher 3 ook al had, wat ik ook een super vette game vind, dat je een zijmissie gaat doen, die dan weer verder vertakt in andere zijmissies. En in Cyberpunk leer je dan echt
bepaalde personages kennen die je eerst gewoon zakelijk helpt. En dan vragen ze je echt om een gunst, gewoon als vriend. En dan kun je dat ook gaan doen. En dat, ja, dat is, eigenlijk doet bijna geen andere game dat. Dus dat ja. maakt de game wel heel speciaal voor mij. Cool. Nice. Ja, die moet ik ook nog verder gaan checken. Maar ik wacht even tot die next gen update. Ja, ik heb precies hetzelfde inderdaad. Ik heb hem ook opgezet op de PS5. 2 uurtjes gespeeld, denk ik. Misschien 3. En toen dacht ik, nou, ik wacht wel eventjes. Ja, snap ik ook. Snap ik heel goed. Ja. Ja, ik heb nog steeds wel zin om die door te gaan spelen. Zeker. Maar ik zit gewoon, ik ben de laatste paar weken weer zo, ja, bijna hooked gewoon aan Warzone. Gewoon even een potje spelen en dan is het zo weer, dan begin ik om 8 uur 's avonds en dan is het zo weer 11:30, 12:00. En dan denk je, yeah. Oké, nog eentje en dan doe ik er nog eentje. Maar die blijft ook lekker. Maar die loopt ook goed op de PlayStation 5, man. Ja. Die loopt lekker. Ja, ja, je kan hem zelfs op 120 fps zitten, volgens mij. Oeh. Dat is een idee. Lekker. Ja. Ja. Nee, fijne game vind ik dat. Blijft tof. Dus dat. Nou ja, zo vermaken we ons toch nog wel in deze... Wat is het? We gaan richting derde lockdown, toch? Dat is het. Ja, inderdaad, ja. Ja, maart komt die, denk ik. Ja? Ja. Maart, april. Ja, nou ja, dan kan ik misschien in één rits Assassin's Creed uitspelen. Ja. Precies. Ja, wij vermaken ons wel. Hey heren, bedankt voor jullie tijd. En voor het aanschuiven, aankomen rollen bij deze powerpraat. En ik wil de kijkers, de luisteraars natuurlijk bedanken voor het kijken en het luisteren. Je zou ons heel erg kunnen helpen door te abonneren, iets te volgen of iets te liken. Zodat we meer van deze PowerPraat video's en podcasts kunnen maken.